ponsje haar lange vlecht uit het raam naar beneden, zodat de toverkol erin kon klimmen. Toen het jongere prins dit op een avond zag, bezocht ook hij haar ponsje. En ze werden op slag verliefd. De toverkol die hun liefde ontdekte, werd zo boos dat ze Rapunzel's vlecht afknipte. Ik zal je verbannen naar een onherbergzaam oord. Van verdriet sprong de prins uit het torenraam, waardoor hij blind werd. En hoe liep dat nou af? Jaren later vond Rapunzel hem. En haar vreugdetranen raakten zijn ogen, waardoor de prins weer kon zien. En ze leefde nog lang en gelukkig. Direct zo houden.